Heb jij nog feedback gehad eigenlijk? Even kijken. Nee, we hebben heel weinig feedback gehad op de afgelopen keer. Er wordt nog wel regelmatig aangesproken op dat Jeroen mee was gegaan de keer daarvoor. Die hebben de meeste mensen gekeken. Maar, ik heb eerlijk gezegd, het is ook al lang geleden. Het is meer dan een maand geleden. Ja, we lopen echt achter. We hebben allemaal dingen tussen. Toen zeiden we gaan het nog een jaar doen. En toen zijn we gestopt. Maar we zijn terug. Oh ja, dat moeten we eigenlijk zeggen. Zitten we hier in een... We zitten in een hele grote auto ergens in een ruimte. Ja, desolate. Nou goed, ja. Het sneeuwt buiten. Het is heel mooi. Best weer. Ja. Ik wilde wel gaan rijden. Ik moest ook naar. We wilden eigenlijk naar Horen rijden. Oh ja, ik moest naar Horen. En dan onderweg daarheen. Maar met dit weer. Ja, ik heb geen zin. Nee, weet het. Voor dit weet ligt je zijwaarts. En dan is het ook. En ik heb geen winterbanden en ik remde en toen reed hij door. Oh. Dus echt raar is dat. En dan stuur doet het dan niet. ja, nee, dat wil je echt niet. Nee. Nee. Zeker niet als je ondertussen ook nog een nuttig gesprek wil worden. En dan hoeren. Helemaal met witte knuisjes aan het autorijden bent. Nee. En dan doe je er ook 2 uur over om in Horen te komen. Oh ja. En dan kan ik ik dacht ook zo van, nou, ik ga eventjes naar, naar de locatie. En dan, damn it, dan iedereen die zegt van, oh jee, sneeuwvlokjes. Iedereen in dat blik van, van de metro gepropt worden en dat soort dingen. Ja, is niet leuk. Maar het is... in principe, het loopt wel lekker. In elk geval, als het even niet werkt, dan krijgen we wel feedback van... de website werkt niet. Heb je daar trouwens nog iets over gehoord? Over onze super scalable en mooie vormgegeven website? Responsive? Nou ja, eigenlijk was de enige reactie die ik echt heb gekregen... was dat ik te ver was gegaan met de layout. Dus mensen vonden het... Ik had een... de tekst lijnt helemaal rechts uit. En mensen vonden dat... Dat was net iets te veel van het goede. Dus je hebt 50% witruimte aan de linkerkant... en dan 50% tekst aan de rechterkant. Ja. En mensen vonden dat te veel. Ja, theoretisch vind ik het dus een heel goed idee, maar... We blijven eraan doorklooien. Dus we kijken gewoon wat goed werkt. Het is in ieder geval... Ik vind dat het is gebaseerd op een theorietje die ik heb... en die werkt... Vind ik, die werkt daarin heel aardig. Is dat de grid-theorie? De responsive grid-theorie gebaseerd op typografie. De typografie als basis neemt, dat je aan de hand van de typografie bepaalt wanneer de layout verandert in een responsive design. Dat slaat best wel ergens op. Ja.